Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Haaglanden Voetbal Vandaag. Met in deze editie. De Verve grijpt net naast titel van sportploeg van het jaar in Rijswijk. En Sempe Altius heeft gezelligste voetbalteam in huis. Vrijdagavond vond in de Sir Winston Club de uitreiking plaats van de Rijswijkse sportprijzen. Voor de prijs van sportploeg van het jaar was het eerste team van Te Verve genomineerd. Het team promoveerde voor de tweede keer op rij en speelt nu in de tweede klasse. De prijs ging echter naar het B1-team basketbal van Lokomotief. Wij spraken na de uitreiking met Te Verve-trainer Huip van Oosterom-Soerde. Huip, Te Verve ook genomineerd voor de sportprijs van de gemeente Rijswijk. Ja, de prijs aan jullie voorbij gaan, het moet toch een beetje een teleurstelling zijn, denk ik. Nou, enigszins wel. Alleen, weet je wat jammer is? We werden te laat eigenlijk op geaffondeerd van willen jullie meedoen aan het beste team van Rijswijk van 2016. Dus we hebben er eigenlijk maar twee weken op gestaan. Als we het eerder hadden, hadden we misschien wat meer mensen kunnen mobiliseren. Doen wat. Het is gewoon jammer. Maar al met al, we zijn genomineerd. En het is natuurlijk apart dat wij sinds 2 jaar, nu het zo goed gaat, hier ergens staan in Rijswijk en dat het nog bekender wordt. En daar ben ik wel blij mee. 2016 was natuurlijk voor de club wel een prachtjaar. Ja, een superjaar natuurlijk. Met 100 jaar jubileum, gepromoveerd, kampioen geworden. Maar ook het jaar daarvoor toch, Ton. Haaglanden finale gehaald als vierde klasser. Ja, en nu ook dit seizoen. We doen weer mee bij de top. We staan bovenaan. Ja, het gaat eigenlijk gewoon crescendo. Wat is het geheim van de ploeg? Nou, ik denk dat we toch wel ook wel een team zijn. Ik heb een mix kunnen halen van goede spelers met ook jongens die je soberheid betrachten achterin. Ik heb toch een 6-7 jongens die nu al 3 jaar bij mij voetballen. Bewust gehaald, die zich ook op een hoger niveau te kunnen doen. Maar het is wel een team, dat merk je wel. Want in Mierlo in het trainingskamp, het was toch wel heel erg close. Het was echt een heel goed trainingskamp. Vlak voor de winterstop, want het ging geweldig goed natuurlijk, ook in die tweede klas. Een paar haarscheurtjes, kwam toch een beetje door, misschien gemakzucht? Nou, ik denk het wel. Zeker tegen HVC. We hebben dan 9 goede kansen, we maken er maar 2. Maar ook de manier van voetballen. En een aantal jongens die dachten van, wij doen het wel even. Ik heb natuurlijk een vijftal van die jongens die makkelijk een wedstrijd kunnen beslissen. Maar je moet er samenwerken. Ja, en dat hebben we op het trainingskamp hebben we dat goed doorgesproken, hoe ik het nou wil. We zullen morgen ook anders starten. Sommige jongens op een andere positie. En de laatste wat tegen Lira, moet ik eerlijk zeggen, de eerste helft. We hebben gewoon terecht verloren. 0 kansen gecreëerd in de eerste helft. Daarna hebben we het wat rechtgezet. Maar dat komt ook omdat er wat 3 zieken waren. Basisspelers. Ja, en die jongens die op de bank zitten. Die ook van een hoger niveau komen. Ja, die moeten het dan waarmaken. En dat vond ik wel jammer. 2017. Ja, dat moet voor Te Verve ook weer een heel mooi jaar worden. Ik hoop het wel. Ik hoop dat wij een promotie kunnen bewerkstelligen. En dan moeten we kijken waar de lat ligt. Dat is natuurlijk in overleg met het bestuur. En ook hebben wij aangegeven dat wij toch in overleg met Vredenburg gaan. Want Vredenburg is toch wel gecharmeerd van de samenwerking met Te Verve. En laten we hopen dat daar iets vruchtbaars uitkomt. Geen hoofdprijs dus voor Te Verve. Maar er was nog een voetbalteam dat een eervolle vermelding kreeg. Een lage elftal van Sempe Altius, uitgeroepen tot het gezelligste team van Nederland. Natuurlijk haalden wij ze ook even voor de camera. Edwin, ja, de woordvoerder van het gezelligste team van, jullie zeggen van Nederland. Laten we het houden bij Rijswijk. Waar uitzicht dat in? In de uitjes van ons. We zijn alle steden af van het liedje van Bluff. Madrid, Moskou, Praag, Londen, allemaal af geweest met het elftal. Na afloop, onze derde helft is belangrijker dan onze eerste en tweede helft bij elkaar. Daar uit het zich ongeveer in. Als je zegt van onze derde helft, is dat met name bij Sempe Altius. Want ja, jullie maken deel uit van Sempe Altius. Ja, zeker, zeker, zeker. Kijk, voordat de wedstrijd daarna ons zijn afgelopen, zitten wij nog in de kleedkamer met ons stapel bier, zeg maar. Dat is wat wij doen. Mag toch eigenlijk niet in de kleedkamer? Op Sempe mag alles, als het maar gezellig is. Als je maar binnen de normen blijft gedragen, mag alles op Sempe. Het is een supergezellige vereniging. Goed, gezelligste de club. Hoe is de sportief met het team? Nou, we zijn serieus vorig jaar tweede geworden. Wij moesten een keuze maken tussen het winnen van de derde helft, dat was op vrijdagavond, of op zaterdagochtend de wedstrijd 1-2 spelen. We hebben gekozen om de derde helft te winnen. Dat was op vrijdagavond. U begrijpt hoe de wedstrijd op zaterdagochtend ging met ons. We verloren hem. Terwijl, ja, we zijn uiteindelijk met de 2 punten achterstand zijn we tweede geworden.
Wat is nou het geheim van dat team dat het zo gezellig is? Ja, het geheim zijn toch de jongens. We gaan van 23 tot 56. En dat is toch ja, op de een of andere manier is een bepaalde chemie bij de jongens. Waarbij we het zowel buiten het veld als in het veld gewoon goed kunnen elkaar kunnen vinden. Spelers die geblesseerd zijn of een keer niet kunnen, die zorgen wel dat ze de derde helft zijn. Hè? Absoluut, absoluut. Ze hebben maar één taak, de derde helft erbij. Dat blijft het belangrijkste voor ons elftal. En hoe jullie sluiten jullie het altijd af dan met z'n allen? Hey Semper Altjes, jelelele, jelelele. Hey Semper Altjes, jelelele, jelelele. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen, want dan zijn we er weer.